Ondernemerschap moet gestimuleerd worden in Mungo. Dit zegt VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi. De VHP was gisteren in het voormalige bauxietstadje voor de installatie van haar districtscoördinatieteam voor geheel Marowijne. De VHP-voorzitter gaf aan dat de samenleving van Mungo heeft aangegeven dat de situatie behoorlijk achteruit is gegaan. Santokhi gaf zijn toehoorders mee dat er kansen genoeg zijn voor Mungo. Ik denk dat de kansen voor Mungo liggen in die agrarische sector. Waarom? Er is veel land, er is ook goed land voor bepaalde producten. Maar met name uitgemeende gebieden lenen zich heel goed voor kassenteelt. En die kassenteelt kunnen zorg dragen dat die landbouwproductie in feite op een professionele wijze daar uitgevoerd zou kunnen worden. We zijn nu bezig met een pilotproject. Ik heb gisteren uitgenodigd dat meerdere personen zich kunnen aanmelden voor het pilotproject. En dat is het project van Marcusa Teelt. Dat is niet die Marcusa van Suriname. Die van Brazilië zijn die grote Marcusa's. En er is een moderne technologie toegepast. Die planten zijn beter. Geef 4 producties per jaar. En die planten gaan 6 jaar mee. Dus de heer Miguel Abbas is de projectuitvoerder daar. Hij heeft al pilot. Dus binnenkort hebben we zoveel, laat mij zeggen, jongeren. Want die moet die dingen gaan oprapen. Die kunnen ook wat daar gaan verdienen. De VHP-voorzitter merkte verder op dat in Mungo het drop-out en werkloosheidpercentage hoog is. De regering moet daarom deze jongeren niet forceren met het klassiek onderwijs, zegt Santokhi. Laat de jongeren opleiding krijgen in het timmeren, in het schilderen, in het metselen. Laat de jongeren training krijgen in monteurszaken, in een taxibedrijf, in een restaurant, in zaak, kapperszaak. Het zijn zaken in feite die jongeren in staat zullen stellen met 2, 3, 4 maanden training direct iets te kunnen doen. Daar is de kans. En de laatste boodschap wat ik gegeven heb is namelijk, kijk, als wij praten over Europa en we willen exporteren, waar naar kijken we? Zanderij, vliegtuig, KLM, SLM. En die kosten zijn heel hoog voor transport. Maar kijk Frans-Guyana, daar landen er 4 Boeings op Rochambeau in Frans-Guyana. Als jij als regering goede zaken kan afspreken met de regering van Frankrijk, met ook de lokale overheid van Frans-Guyana, en je zorgt ervoor dat de Surinaamse producten de standaarden van Europa kunnen halen, daar is je poort tot Europa, Saint-Laurent. En als je dat kan doen, dan krijg je met Marowijne, met veel landbouwgronden, een boomingactiviteit dat die producten weg kunnen gaan, werkgelegenheid gaat ontstaan. VHP-voorzitter Tendika Prasad Santokhi. Wij spraken hem vanmiddag over de gehouden vergadering op Mungo voor de installatie van het districtscoördinatieteam.